Ja. Dus allereerst leg men de hoogschakelaar aan. Die ligt nu al aan. Motor starten. Stoppen. Nu staat hij in automatisch, dus één keer duwen. En je doet de ganse cyclus. Als je dan je snijlengte wilt verkorten. Langer. En dat is ganse lengte. Verlichting aan, af. Op deze stand knipt u zolang dat u wil. Dit is voor je hoek te verminderen. Ik zou aanraden niet onder de 1 graad te gaan omdat je schaar te veel af zit. Enkel als je echt een klein strookje wilt knippen dan die niet mag getorst zijn, dan zet je dit hier op. Anders op het de grootste hoek. Deze stand of deze stand. Dit is een stuk stellen, kun je niet zetten. Dat is enkel een automatiek. Dit is de elbow. Daarmee kun je de positie van je achteraanslag herzetten. Dus dit. 200. Dan kun je knippen. Je kunt ook hier start duwen. Wij steken altijd deze twee knoppen omdat we deze niet kunnen verslijten. Dan heb je langer genieten van je elbow. Deze knop, dus die sleutelschakelaar, ik zou altijd de sleutel eraf nemen. Dat is om uw bovenste waarde te herzetten. Dus als die achteraanslag niet meer klopt en je wilt hem juist kalibreren, dan moet je met deze uw kalibratiewaarde ingeven in het bovenste venster. De kalibratiewaarde wordt ingegeven door naar de parameters te gaan. 98, dat is voor uw code. 250565. Nu is die ontgrendeld. Iedere keer als die uitgaat, wordt die weer vergrendeld. Moet je iedere keer die code ingeven. Zolang dat die aan blijft, kun je er blijven in de parameters gaan. Dan ga je naar 0,7. En dit is de kalibratiewaarde. Dus als we terug gaan kijken, nu staat die op 300. We gaan weer in parameters. 0,7. Nu kunnen we dit getal aanpassen. Laat ons nu zeggen dat die 320 moet staan. We gaan een stapje hoger eruit. Dan zet hier nu 320. We gaan nu terug die waarde op 300 zetten. Terug naar het register. 0,7. Als die pinkt kun je je parameter ingeven. Dan ga je met het pijltje naar die parameter en hier geef je een nieuwe waarde. Weer eruit. Als die pinkt, ga je naar selectie, kom je uit de parameters. Nu kun je terug aan de 300 zetten. Zo kalibreer je achteraanslag. Als er bijvoorbeeld een stroompan is of zo, kun je dat een keer tegenkomen.
ik ook nog moest zeggen, dat is uw messcaling. Hiermee stelt u de dikte van uw plaat in. Nu staat hij op minimum. Dus 1 mm. We gaan nu een plaatje knippen van hier. Thank you.